Wat was de mooiste dag in je leven? Meneer vandaag. Omdat ik met armen, omdat ik ja, met deze. Armen was. Oh. Dat heeft nog nooit iemand geantwoord, hè? Het derde ding. Wat je vanmorgen deed. Douchen. Verder slapen was drie. Ja. Wat is iets nieuws wat je afgelopen week hebt geleerd? Niks eigenlijk. Oh, dood of levend? Met wie zou je een drankje doen? Ja, het mag iemand zijn die al dood is of iemand die nog leeft? Oh, oh nou, hij heeft al geantwoord. Oh. M&M, maar ook Lil Peep. Hey, dat is Noah. Nee. Wat is een verborgen talent van je? Waarom mag ik deze vlog editen? Nee. Ja, maar dat zou mij zo veel beter maken. Geen idee. Waar zou je echt niet zonder kunnen? Nee. Leon. Zuurstof. Waar zou je heel goed zonder kunnen? Leon. Ruben. Leon. Het eten van vis. Wat was de mooiste dag in je leven? Meneer vandaag. Omdat ik met armen, omdat ik ja, met deze. Armen was. Oh. Dat heeft nog nooit iemand geantwoord, hè? Ja, echt deze. Nog nooit heeft iemand tijdens 50 vragen gezegd vandaag. Waarschijnlijk heb ik wel een dag met jou genoemd, of niet? Nee. Ik zou het echt niet meer weten. Wat is het meest sexy accent? Limburgs. ABN. Limburgs. Wat is het raarste cadeau dat je ooit gekregen hebt? Ik ook niet hoor. Zeg gewoon dat ik het leukste cadeau had. Oh, Leon. Wie is je celebrity crush? Leon. Tina Waring. Dua Lipa. Ja, de Anna. Elon Musk. Ja, Leon. Ah, thanks. Wat is het beste advies dat je ooit hebt ontvangen? Waar zou je jongeren zelf trots op zijn? Ik weet deze ook niet. Echt niet. Oh. Ik weet dat er iets is, maar ik kom er nu even niet op. Wat is je grootste blunder ooit? Welk boek ga je later met je kinderen lezen? Over Leon. Oh. Mijn autobiografie. Leon en Harmen in de dino-wereld. Oeh, hey. De film Laura Ster laten zien. Dat was zo niet de vraag. Nee. Als je leven een kinderboek was, wat was de titel? Kinderen. Oh. Waar heb je een doopnaam? Nee. Ja. Als je in een film mocht spelen. Dat is Jerry Isel Oosterij. Isel? Dat is toch niet mijn doopnaam? Jawel, dat is gewoon je volledige naam. Ja. Jerry Isel, ja, is okay. Als je in elke film mag spelen, welke film zou je spelen? Strange Things. Ja. Elfen en de Chipmunks. 50 Shades of Grey. Dat is een serie, maar... Maakt niet uit. Alsnog. Wat is je grootste zwakte? Tekenen. Op wie ben je het meest jaloers? Leon. Op mijn broertje, ja. Met zijn muts. Wat zou je superheldenkracht zijn? Supersnelheid. Geef geen antwoord. Nee, supersnelheid. Nee. Teleportatie. Ja. Wat is het laatste dat je hebt gegoogeld? Oh ja, naar de recensies van Van der Val. Oh, lachen. Ja. Wat is je guilty pleasure? Lana. Dat was het vorige. Wat is dat? Het kijken van programma's zoals Temptation Island en X on the Beach. Van welke drie liedjes ken je de volledige songtekst? No Hook 3. Meer, Amsterdam hè? Van Jack Chirac en zo. En... Oké. Okay. Dat is echt een goed shot was dat. En ja. Starlight. En Starlight. Van Dave. Dave? Wat is je levensquote? Dat is Carré. Nooit negatief denken, okay. Altijd positief. YOLO. Oh. Pols, heeft een mooie kleertje naar. Wat is het liefste dat ooit tegen je gezegd is? Een leeuwgant. Weet ik veel. Een leeuwgant. Maar dat zegt echt iedereen. Dat is hem niet. Tel maar even mee. Ik hou van jou. Ik hou van je. Ik hou van je. Gant. Van jou. 6. Wie zou je een check geven van 100.000 euro? Check? Mijn moeder. Lekker. Ja. Je moeder? Ja. Oké. Okay. Wat moet iemand doen om indruk op jou te maken? Maken wij indruk op je? Nee. Goede personaliteit. Dankjewel. Beschrijf jezelf in één woord. Laatste vraag. Gangster. Wow. Victorious. Kleine boef.